En voorzitter, wat is van dit terrein? Is het acceptabel, denk je? Ja, dit is een geweldig voorbeeld. Ja, ja, ja. Zo wordt het ook, zeker in Amersfoort. Zo wordt Amersfoort, ja. Ja, bijzonder. Ja, inderdaad. En ik zie onze bouwkundige expert. Wat vindt u van dit terrein zo? Dat is acceptabel? Dus een dakterras is wel... Kijk, we hebben twee voorzitters bij elkaar. De voorzitter van de EEM en de voorzitter van Hemus. Ja, hij heeft er geluid bij, weet je wel. Je moet nu wat gaan zeggen op het ogenblik. Nee, maar dat ook zeker. Een beetje aan de kant. De zeer ervarenen en de beginnende. Je moet kijken naar deze bijzonder fraaie omgeving hier. Als je nou even kijkt, even inzoomen daar. Ja. Heel rustig kijken naar die prachtige koe. En dan even rondzwaaien richting Amersfoort. En als je nou heel ver kijkt, dan zie je waar jullie vereniging komen. Focus in. Door je water accepteren wij het gelijk. Hier ligt dan in een...
boven het terras. Nee, die ziet u niet verder. Dat is al eerder gezien. We gaan weer richting 1. En hier beneden de zeilboten. En daarachter groeien ze goed de zeilwater. En alternatieve locatie, roeivereniging Hemers, voorbij Elzenaar.